Goeie keistampersvolk. Nee, ik ben niet van gedachten veranderd. Ik schreef afgelopen donderdag al dat ik vandaag, op Koningsdag, niet op de keien zou komen. En dat doe ik ook niet. Maar ik wou toch gare ekkes mijn stem over boksel laten schallen. En dankzij Omroep Dommeland word ik daartoe in de gelegenheid gesteld. Waarvoor dank. Hanne met de Moor en ik blijven lekker in de reuzenhimmel, die tot nou toe gelukkig nog coronavrij is. Ik wil de riskatie niet lopen, terwijl hij daar beneden een besmetting oplopen. De beelden die je ziet terwijl je men hoort praten, zijn dan ook archiefmateriaal. Maar wat kan ons dat skillen, wa? Gerre hak vandaag burgemeester Ronald van Meijgaarden mijn kolenscup van hand gerekt, om hem voor het front van alle plaatselijke gedecoreerden nogmaals te feliciteren met zijn benoeming in Boksel. Nogmaals, ja. Want we hebben elkaar al vlugachtig getroffen bij de heropening van de prachtig opgeknapte Passage Riche afgelopen december. Maar daar liepen we allebei een nat pak op, zodat er van een uitgebreide kennismaking geen sprake kon zijn. En ons Hanne, ze zag er ook zo naar uit om de burger en zijn partner Allard een smakker te geven. Helaas, het kan allemaal niet doorgaan door de ongrijpbare virus dat nou rondwaart. Het is niet anders. Jullie keistampers, slot uw eigen er in ieder geval dapper erin. En door hek ontzag voor. Reusachtig respect hebben Hanne en ik ook voor al die mensen in de zorg, die blijkbaar onvermoeibaar zijn om kwetsbaren onder ons zo goed en koud als het kan te blijven helpen. Respect verdienen ook de 6 inwoners die afgelopen vrijdag telefonisch te horen kregen dat ze zijn toegetrouwen tot de Orde van Oranje-Nassau. Ze moeten nog ekkes geduld hebben voordat ze er lintje opgespeld krijgen, maar ik feliciteer ze toch maar vast. Zoals Sefim Atalay, die zich door de jaren heen ontwikkelde tot boegbeeld van de multiculturele integratie onder de keistampers. Maar nevenbij verzet ze ook vergimmes goeie werk als vrijwilligster die terminale patiënten in het wereldhuis helpt in de laatste dag van hun leven. Gerard Duyks kennen we natuurlijk allemaal van de politieke partij D66, waar hij volgens men al heel zijn leven actief is en vooral zijn muntje roert als het over een van de meest heikele onderwerpen in Boksel gaat. Het verkeer. Maar ook de lokale Agenda 21 en seniorenvereniging KBO maken dankbaar van zijn kennis en kunde gebruik. De laatste jaar heb ik Christ van Ekelen leren kennen vanwege zijn onvermoeibare inzet voor de bloedprocessie. Maar wat denkt hij van de heemkunde? Die ontelbare foto's van oud Boksel, die had hij netjes in mijn grote donkere wolk opgeslagen in de beeldbank. Of, zoals jullie dat daar beneden tegenwoordig nieuwerwets uitdrukt, in de cloud. Iedereen kan er voor het van genieten. En ik helemaal. Frank van der Schans in Liemt leerde ik volgens mij kennen toen hij voorzitter was van Fanfare Concordia. Maar ook in Prinsenvereniging De Ploegers, de Omnivereniging, Stichting De Serenade en de Bridge Club was of is hij immers die gare mee de ploeg trekt. Nico van de Wiel, ook uit Liemt, kennen veel keistampers natuurlijk uit de tijd dat hij onderwijsambtenaar was van de gemeente Boksel. Of misschien ook wel als trouw deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse. Maar zijn koninklijke onderscheiding had hij toch echt te danken aan zijn inzet als vrijwilliger
verbarenschool Den Oversteek, als belangenbehartiger voor ouderen en, net als Frank, voor de Omnivereniging. Zo, nou hek de nij leeën in de orde van Oranje-Nassau allemaal alfabetisch de revue laten passeren. Wij zeiden Hanne, vergeet ik erin? Ben nee, vergeten, hoe kun je dat nou denken? Paul van Alphen is zowaar benoemd tot ridder. Maar ja, je kunt het ook zo gek niet noemen of hij is erbij als er op cultureel vlak iets georganiseerd wordt. Dat begon ooit met de Stripe Big Band, waarvoor hij tal van grootse muziekspectakels op touw zette. Maar ondertussen is hij op heel veel plaatsen actief. Als voorzitter van Podium Bokstel, van het Dommeltheater, van Boksels Harmonie en als bestuurder van Met Je Hart en Vrienden van Belabdi. Bovendien wil hij samen met een groep mensen de Essenaren een warm welkom bereiden als ze vanaf 1 januari aanstaande onder Boksels bestuur komen. Ik heb met Hully Gert te doen. Volgens men is Paul nooit thuis. Zevien, Gerard, Christ, Frank, Nico en Paul, van harte proficiat. Tegen de tijd dat je te horen krijgt wanneer daadwerkelijk uw lintje wordt opgespeld, land ik gaar nog eens op de Bokselse keien om Ali persoonlijk de haan te schudden. Gestuurd me maar een uitnodiging. Afijn, het is mooi geweest. Zund dat ik Ali deze jaar niet van dichtbij kon ontmoeten keistampers. Maar nogmaals, hou vol. Samen kunt het coronavirus de baas. Alla, kom houden hoor. Geen bommen, geen granaten, geen bulderende tanks door de straat. Het is stil en verlaten, een enkeling die nog naar buiten gaat. Ik zie geen steden kapotgeschoten, geen huilende moeders op de vlucht. Maar jij bent stil en gesloten. Er hangt onheil in de lucht. Ongrijpbaar, onberekenbaar, verborgen. Langzaam, maar zeker groeien mijn zorgen. Als een oorlog zonder geweld. Onzichtbare vijand die me kwelt. De wereld hier vanuit dit huis lijkt klein. Met enkel de vraag hoe het morgen zal zijn. Leven in slow motion. Agendas worden schoongeveegd. Het is stil, ik ga naar buiten. Omdat het mijn hoofd wat leegt. Ongrijpbaar, onberekenbaar, verborgen. Ach, kom maar bij mij, ik zal voor je zorgen.
onzichtbare vijand die me kwelt. De wereld hier vanuit dit huis lijkt klein, met steeds weer die vraag. De vraag hoe het morgen zal zijn. Op de eerste plaats de gezondheid van degene die we vandaag extra in het zonnetje hebben mogen zetten, maar natuurlijk ook op u allemaal, want ik heb aan het begin gezegd, het kunnen functioneren hangt samen met de wijze waarop je in de samenleving met andere mensen plek kunt hebben. Natuurlijk ook op de gezondheid van Hare Majesteit de Koningin en haar huis. En ik kan u zeggen, als wij het glas geheven hebben, dan zal onze trompetist het Wilhelm spelen. Maar op de eerste plaats op de gezondheid. Dank u wel. Weet je wat ik film bedoel? Ja. Ik ben op de straat als wat is. Hallo, waar is kat? Kijk even verder. Wauw, is een beetje snorrig. Dag.
uit het geland. Met Nederland dus achter me gelaten. En ik heb hier meteen iets in de gaten. Wat is hier nu eigenlijk aan de hand? De lucht is grijs, ik zit in de volnacht. Geen mist, geen wind, geen frisse morgen dag. De hemel is geen mooie kleuren blauw. Ja, het is stil, ik zeg me, wat is dat? Oeh, 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 hoe is dat nu eigenlijk gekomen? Wat is dit een schok? Hoe is dit gekomen? Lossen we het op? Als ik zo door het raam naar buiten kijk, zie ik geen zon, maar enkel grijze stenen. Het weer is hier, lijkt het wel verdwenen. Dat blijkt zo toch niet goed gaan op den duur. Ik moet hier wat aan doen, dat is niet gezond. Zonder weer kan een mens niet leven. Ik sta hier al te rillen en te beven. Want zonder weer zit ik hier aan de grond. Oeh, 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 oeh. Hoe is dat nu eigenlijk gekomen? Oeh, 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 oeh. Hoe is dat gekomen? Wat is dit een schok? Hoe is dit gekomen? Hoe lossen we het op? Ik ben nu met het vliegtuig net geland. En ik ga hier het weer eens controleren. Of het op zijn minst een keer proberen. Want ik wil hier heel graag in zonnig land. Hoe is dat nu eindelijk gekomen? Hoe, 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 hoe. Hoe is dat gekomen? Wat is dit een schok? Hoe is dit gekomen? Hoe lossen we het op? 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 Zullen we een muziekje gaan maken dan? Misschien kan ze allemaal even gewoon lekker losspringen. Dat is goed, hè? Oh, nou, dat moet wel. Oh! Doe maar mee, jongens. Kom op. Staan maar op de grond. Hup, box, stop maar trillen, hè? Zond. Goed zo. Ja, dat bedoel ik. Kom op, dansen. Spring maar uit de band. Spring maar uit de band. We mogen uit de band springen. Kom maar, jullie mogen ook meedoen hoor, papa's en mama's, doe maar mee. Ik hoor de muziek bijna niet koken, kan je niet harder zingen? Ja, ik zal het een beetje harder gaan zingen. Ja. Ogenblik, ze bekwaad gebeuren. Kom op, dansen, goed zo. Komt ie weer, hè? Oh, ze klappen leuk, een koontje. Stap op de grond. Goed zo. Thank you.
Kijk eens. Zit je al het record of niet? 35. Waar ziet het er allemaal bijzonder uit? Lekker, hè? Ja, echt wel. Waar komt dit? Vertel eens, wat verkoop jij? Gedroogde Franse worsten. Komen uit Frankrijk.
En ja, verschillende smaken. Ik heb een stuk of 40 soorten heb ik bij. Hoe kom je daar nou aan om dit te gaan doen? Ja, dat zijn we gewoon ingerold via een kennis van ons. Dus die deed dat ook op de markt. En die vroeg of dat wij ook interesse hadden om mee te doen. En vandaar zijn wij er ook ingerold. En altijd op de markt? Ja. Ja, ik sta nou zelf 2 jaar op de markt. En mijn man 3 jaar, dus ja. We kijken gewoon naar de tafelkleedjes en naar alle lakens en de dekbed overtrekken. Ja. Zo is het toch, hè? Ja. Want dat verkopte jij? Ja, alles voor het bed zo'n beetje. Ja. Maar ik zie ook kleedjes hangen, dus ook voor tafel en bed dan? Ja, dat doen we er ook nog een beetje bij. Ja. Hoofdzakelijk beddengoed, met een klein beetje tafelgoed en badgoed. Ja, leuk. Ja. Waar komt er vandaan? Het best. Ja, om de hoek. Dus je hoeft niet zo heel vroeg bij bed. Nee, vanmorgen is 7 uur weggereden. Dus mooie tijd, hè. Hey, leuk op de markt hier? Jazeker. Wat een bijzondere kraam is dit. Ja, dat klopt. Vertel eens, wat is dit voor iets? Dit is een knutselkraam voor 3D kaarten maken. Met borduren en stickers. En jij hebt daar een hele verzameling van. Mensen komen daar iedere week ook voor op terug om te kopen. Ja, dat klopt. Het is echt een hobby. Echt een hobby. Ja. Hoe komt dat jij daar zo mee begonnen bent? Dat komt door mijn zus. Die heeft mij aangestoken. En jij staat hier nou en jouw zus is foetsie. Nee, mijn zus woont ook heel ergens anders. Maar ja, die heeft mij er jaren geleden mee aangestoken. Ja. En iedere vrijdag op de markt? Iedere vrijdag op de markt. Bijna iedere vrijdag.